welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe collectie van Makeup Revolution testen. Ik kan de nieuwe collecties van hun letterlijk niet meer bijhouden. Hun komen elke week met een nieuwe collectie. De collectie die ik vandaag heb gekozen is de Super Dewy collectie. Ik met mijn normaal tot droge huid vind dus dewy echt fantastisch, want dan is mijn huid niet zo droog. Mat is niet echt ideaal voor mij, omdat het altijd mijn huid een beetje droog maakt. Dus deze video is vooral gericht op iedereen die houdt van een mooie, glanzende, gehydrateerde huid. Ook mensen met een vettige huid houden ook af en toe van dewy. Al weet ik van jullie dat jullie obvious vooral houden van matte make-up. Maar dit is dus de Super Dewy line. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn op mijn gezicht. Ik hou altijd wel van een beetje een glanzend gezichtje op een mooie manier. Niet too much, want als het too much is, is het gewoon alsof je huid vettig is. Dus ik hoop dat deze collectie niet too much gaat zijn. De Super Dewy collectie is niet alleen maar make-up, maar ook skincare. Maar de skincare heb ik niet besteld. Ik heb alleen maar de make-up producten besteld. En dat zijn 1, 2, 3, 4, 5 producten. Dus het is niet genoeg voor een full face, maar ik heb wel de hele collectie. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, zoals je al kunt zien heb ik mijn ogen al gedaan. Alleen mijn gezichtsmake-up niet, want deze collectie heeft alleen maar gezichtsproducten. Mijn ogen heb ik gewoon een naturel bruin ooglookje gemaakt met mijn W7 Bare All paletje. Dit is de lichtere kleur in de kleur Exposed. Echt een super fijn betaalbaar paletje. Dus heb ik gewoon even een everyday betaalbaar lookje gemaakt. Ik ga vandaag ook een full day wear test doen, wat inhoudt dat ik de make-up de hele dag oplaat. En dan kunnen we aan het einde van de dag zien hoe alles nog zit. Al moet ik wel zeggen dat dewy make-up producten er totaal niet bekend om staan dat ze lang goed blijven zitten. Als je wilt dat je make-up lang en goed blijft zitten, dan kun je het beste gaan voor matte producten. Dus dat wel. Dus een grote disclaimer omtrent dat. Maar we gaan het toch gewoon een dagje oplaten om te zien hoe het gaat werken. Hij zou op zijn minst 6 tot 8 uur gewoon goed moeten presteren. Anders heeft het letterlijk geen nut om je op te maken als het er al helemaal eraf gaat binnen 3 uur. Dus laten we beginnen. Het eerste wat ik heb is de Super Dewy Skin Elixir Serum. Dit is een make-up primer serum met een dewy finish. Dit is de verpakking. En dit is dan hoe het product er echt gewoon uitziet. Hij lijkt een beetje heel licht roze. Het is dus een primer. Dus het is een dewy primer voor onder je make-up. Shake before use. Dus we gaan eerst eventjes schudden. Ik heb by the way alles gewoon besteld op de revolutionbeauty.com website. Alles van hun wordt gewoon verzonden vanuit Engeland. Dus binnen de EU. Dus je kunt daar makkelijk bestellen. En je hoeft geen douane of niks te betalen. Vanaf een bepaald bedrag hoef je ook geen verzending te betalen. Ik hoefde nou ook geen verzending te betalen. En ik had alles binnen een week binnen. Ik heb daar echt al super vaak besteld. En ik heb nooit problemen gehad. Dus dat raad ik jullie zeker aan. Ik weet dat hier bij ons Bougie Shop ook een heleboel producten verkoopt van Revolution. Alleen bij hun komen de collecties altijd later. Wat gewoon heel normaal is. Want ze kunnen niet alles overal tegelijk uitbrengen. Maar op hun website staat altijd alles gewoon gelijk. Dus ik raad je echt aan om daar gewoon te bestellen als je iets snel binnen wilt hebben. Ik ga even deze primer aanbrengen. Hij is een beetje licht roze. Het lukt me alleen niet zo goed om product eruit te halen. Je moet dus dit erin doen en dan moet je zo hier drukken. En dan moet je alles zo opzuigen. Maar dat doet hij bijna niet echt. Dus dat is wel heel vervelend. Want er is geen enkele andere manier om het product eruit te krijgen. Oh, nou komt er wel een beetje. Oké. Nou ja, weet je wat? Ik ga het gewoon een beetje zo aanbrengen. Want dit werkt niet. Het is een best wel dik product. En hij is denk ik iets te dik om zo te worden opgezogen. Dus dat is wel een probleem. Oh, nou komt er wel veel. Ik hoop wel dat het niet helemaal glitterig is. Ik zie vaak bij vooral betaalbare make-up die dewy is, dat ze het gewoon glitterig maken. En dat is dan ook weer niet de bedoeling. Dewy is gewoon een mooie glans en niet helemaal glitterig. Dus ik hoop niet dat hij dat doet. Ja, dit product is echt super dik. Daarom kun je ook bijna niks ermee oppakken. Ik had niet verwacht dat het zo dik zou zijn. Oh my god. Oké, het geeft mijn gezicht zeker een glans. Oh my god. Het maakte ook een heel klein beetje rozig, maar niet too much of zo. En het voelt een beetje plakkerig aan. Dat is goed voor een primer, want dan kan alle make-up er goed op blijven plakken en zo. En het ruikt niet echt naar iets of zo. Oké, ik vind alleen de verpakking is echt niet ideaal voor zo'n dikkig product. Want deze zuignop, hoe dit ook heet, kan iets niet opzuigen als het te dik is. Dus ze hadden beter gewoon een ander soort verpakking kunnen doen. Dan heb ik hier ook nog een soort van primer. De Super Dewy Blurring Primer Balm. Dit is dus gewoon een balmpje. Dit doet mij een beetje denken aan de Elf Body Primer.
Dit is de verpakking. Ik vind, by the way, de verpakking van de hele collectie heel mooi. Zo nude-achtig. En dit is dan hoe het eruit ziet. Gewoon zo'n witte balm. Dit is dus een blurring balm. Die dus je huid heel mooi egaal maakt. En hij maakt het ook mat. Dus ondanks dat dit de Super Doopy collectie is, hebben ze er wel rekening mee gehouden dat het altijd wel soort van belangrijk is om je T-zone vooral een beetje mat te houden. Dus daar ben ik heel blij mee. Want je wilt niet dat letterlijk je hele gezicht glanst. Dus deze ga ik even aanbrengen. Je hebt ook een handig spiegeltje. Dat vind ik wel fijn. Ik breng gewoon een beetje zo aan bij mijn poriën en zo. Het voelt wel super vettig aan. Ik doe ook een beetje bij mijn kin. Want die willen we ook wel graag een beetje mat houden. En echt een heel klein beetje nog hier bij mijn voorhoofd. Maar echt maar een heel klein beetje. Wow, het maakt het daar echt mat. Zien we hoe mat hij het maakt? Oh my god, dat is echt top. Daar ben ik echt heel blij mee. Oh my god, en het blurt ook echt goed. Wauw. Ik ben echt een beetje impressed. Dit had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Oké, nou, dat is echt top. Ik moet wel zeggen, mijn gezicht voelt super vettig aan. Deze primer maakt je gezicht echt vettig. Misschien zelfs iets te nog. Het volgende is een tinted moisturizer. Dit is de Super Dewy Skin Tint Tinted Moisturizer. En in onze taal is dit dus gewoon een getinte dagcreme-achtig iets. Gewoon een getinte crème met niet heel veel dekking, maar die toch een klein beetje dekt om je huid een klein beetje egaal te maken. Ik heb hem in de kleur tan. Ik hoop dat het goed is. Ik was aan het twijfelen over de kleur tan en de lichtere kleur, maar ik ben toch gewoon voor tan gegaan, de iets donkerdere kleur. En er staat ook echt op dat hij hydrateert en het is dus een super dewy lijn, dus het gaat je gezicht ook een beetje laten glanzen. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik ga dit aanbrengen niet met een spons. Ik raad je nooit aan om zo een product aan te brengen met een spons. Je kunt het beter aanbrengen met een kwast of gewoon met je vingertoppen. Ik denk dat ik gewoon mijn kwast gebruik. Dit is de Flat Kabuki kwast van Sigma F80. Ik breng een beetje gewoon zo aan op de kwast. En dan smeer ik het gewoon in over mijn hele gezicht. Ook echt even een tip, breng sowieso glanzende producten altijd aan met een kwast en niet met een spons. Een spons maakt alles altijd iets meer mat of zo, heb ik gemerkt. Dus altijd als iets glanst en ik ook echt wil dat het gaat glanzen, dan breng ik het bijna altijd aan met een kwast. Oké, de kleur tan kan echt net. Het is echt op de grens, want het is een tikkietje donker. Ik had ook de kleur een beetje weer gematcht op mijn kleur als ik heb gezelfbruind. En dat heb ik nu niet. Dus nu ben ik wat lichter. Maar ik denk dat als ik bruin dit echt ideaal zou zijn. Stel je even voor dat je zo mooi bent gebruind. En je dan zo'n mooie dewy make-upje op hebt. Helemaal zo zomers. Oh mijn god, echt van die strandvibes. Heel erg mooi. Mijn huid ziet er echt heel mooi glanzend uit. Het is ook echt een beetje egaal. Het heeft echt een super super lichte dekking zoals we al wel hadden verwacht. Maar het is wel mooi. Het heeft zeker wel mijn huid iets meer egaal gemaakt. Ik vind het wel jammer dat deze collectie geen concealer heeft. Gewoon een concealer met een beetje een lichte tot medium dekking was echt ideaal geweest hiervoor. Ik ga nu gewoon even een concealer van mezelf gebruiken. De NYX Born to Glow Concealer. Dat is dan een beetje ook in het dewy thema. Want het is een glow concealer in de kleur vanilla. Ik ga niet te veel aanbrengen. En dan ook weer uitblenden met deze kwast. En dan als ik de concealer zo'n beetje heb uitgeblend met de kwast, dan ga ik in met de spons en dan druk ik het gewoon zo extra in. Dit is de e.l.f. Cosmetics spons. Deze is echt ideaal voor concealer, omdat hij zo'n beetje klein is. Dan wil ik ook een cream blush aanbrengen. Ik ga vandaag vooral cream producten gebruiken om alles een beetje dewy en glanzend te houden. In de kleur Coral Passion van Makeup Studio. Dit is echt de beste cream blush ever. Heb ik al 100 video's verteld. Als jij iets wilt bestellen bij hun website, ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die staat altijd beneden in de beschrijving en is altijd geldig. Deze ga ik dan een beetje zo aanbrengen bij mijn wangen. Nou, ik heb een beetje veel gepakt, maar oké. Wauw, mijn gezicht is echt super mooi glanzend. En dan wil ik ook een beetje cream bronzer slash cream contour aanbrengen met deze stick van Juvia's Place in de kleur Chakmel. Een klein beetje hier zo aan. En een beetje hier om te bronzen. En een klein beetje zo op mijn neus. En dan weer met deze spons uitblenden. Er zijn van de Revolution collectie, by the way, nog twee producten. Die ga ik dus zo gebruiken, maar ik moet eerst nou even mijn gezicht afmaken.
En dan pak ik weer even die blush kwast. En dan breng ik weer een beetje meer blush aan. Ik heb niet meer blush gepakt. Ik gebruik gewoon nou nog wat er op die kwast zit. Ik had beter de bronzer kunnen aanbrengen voor de blush. Maar oké. Zo, mijn gezicht is nou één grote glanzende bal. We moeten alvast wel een beetje poeder aanbrengen. En ik gebruik mijn Elf Halo Glow Poeder. Dit is ook een poeder met een glans. Dus ideaal voor deze look. Ik breng alleen maar poeder aan op de plekken waar ik concealer heb gedaan. Dus een beetje onder mijn ogen, op mijn kin. Ja, gewoon basically mijn T-zone. Oké, dan nog één laatste product voordat we weer verder kunnen gaan met de collectie. En dat is highlighter. Ik heb een heleboel cream highlighters, maar ik ben daar gewoon echt niet van. Ik vind gewoon mij niet staan, ik vind het niet mooi. Dus qua highlighter gebruik ik gewoon een poeder highlighter van Physicians Formula in de kleur Champagne. Al moet ik zeggen dat het een beetje een cream tot poeder formule is. Dus het is een beetje een aparte formule en het blendt super mooi en een beetje nattig in de huid. Dus daarom vind ik deze ideaal voor deze look. Wauw, ik vind dat mijn huid er zo mooi uitziet. Oh my god, kijk hoe mooi glanzend. Ook weer niet too much, I love it. Dan gaan we nou verder met de laatste twee producten. Ik ga beginnen met de Revolution Super Dewy Super Balm. Dit is dus een balm die basically voor alles geschikt is. Er staat ook echt op. Can be used on face, body and lips to nourish the skin. Dus dit is gewoon een all-over balm die je voor van alles kunt gebruiken. Voor je gezicht, voor je lichaam, voor whatever. Ik wil het gewoon graag gebruiken voor mijn lippen. Even wat ik nou op heb eraf halen. Ik ga even een klein beetje aanbrengen. Oh, het heeft een beetje een oranje-achtige kleur. Zien we dit? Ik had meer een doorzichtige kleur verwacht. En dan breng ik gewoon een beetje aan op lippen. Oeh, het ruikt heerlijk. Oeh, fijn. Plakt ook niet. Het ruikt echt fantastisch. Oh mijn god, daar hou ik van. Vooral bij lipproducten, omdat je lippen zo dichtbij zijn bij je neus. Als de geur te heftig is, dan vind ik het altijd echt vreselijk. Maar als het gewoon zo'n lekker geurtje is, dan hou ik ervan. Heel fijn balmpje dit. Wat denk ik ook echt prachtig was geweest, is als je geen make-up opdoet en dan gewoon een beetje van die balm zo hier aanbrengt. Dat je zo'n glow hebt from within. Dat zou ook echt prachtig zijn. Oeh, I love it. Ik breng ook gewoon een beetje zo aan op mijn handen. Want er staat ook voor body. Het is ook echt geschikt voor je lichaam, omdat het dus totaal niet plakt. Echt. Gewoon totaal niet. Oeh, lekker. Hele fijne balm. I like it. En dan als allerlaatste heb ik ook de Super Dewy Hydrating Fixing Spray. Dit is dus gewoon een fixing spray om je huid mooi extra dewy te maken en het goed te hydrateren. Hydrating Spritz staat erop. Met cassia extract, ik weet niet wat het is, en cranberry seed oil. Nou, dat zijn vast goede dingen, anders had ze hier niet op staan. Deze gaan we dus eventjes aanbrengen. Wow, deze spray heeft ook echt een heel apart geur. Wow, kijk even hoe dewy die mijn gezicht maakt. Dat die super dewy is echt niet overdreven. Oh my god. Het heeft een beetje een aparte geur, but I'm here for it. Ik vind het best wel een lekker geurtje. Ik denk niet dat iedereen deze geur geweldig gaat vinden. Deze spray is echt dewy. Kijk hoe nog extra glanzend die mijn gezicht heeft gemaakt. Op een best wel goede manier. Ik vind echt dat mijn gezicht er heel mooi en jong en refreshed uitziet. I like it. Ik hou wel van zo'n glanzend effect. Echter vind ik denk ik dat de spray toch net iets te vettig heeft gemaakt. Ik ga nog een beetje poeder aanbrengen. Ik gebruik gewoon weer mijn Elf Halo Glow poeder. En dan ga ik nog een beetje mijn T-zone nog een beetje mat maken opnieuw. Ik ga er gewoon heel lichtjes overheen. Kijk, dan wordt het weer gelijk een beetje mat. Ook een beetje hier om de neus heen. En een beetje zo hier. En that's it eigenlijk. Niet te veel hoor. Ik doe echt maar een heel klein beetje. Want ik vind dat glanzende juist wel mooi. En dat is juist de hele bedoeling van de video van vandaag. Kijk, als je gewoon zo een beetje poeder aanbrengt op je T-zone, dan is het gewoon heel mooi. Dan is het niet alsof je helemaal zo'n vettig gezicht hebt. Mensen, ik vind mijn gezicht echt prachtig. Ik vind het echt heel erg mooi. Ik ben echt impressed. Ik vind het echt prachtig. Ik had niet verwacht dat ik het allemaal zo mooi zou gaan vinden. Ik vind mijn gezicht prachtig dewy, lekker jong en refreshed. Daar hou ik van. Het is nou 1:15. Dus ik kom sowieso vanavond weer even terug om te zien hoe alles nog zit. Ik ben helemaal klaar om deze make-up vandaag te gaan testen. Wat vind ik tot nu toe van alles? Deze primer vind ik niet zo. Los van het feit dat de verpakking sowieso al niet goed is, vind ik hem te dik liggen op de huid. En ik vind het gewoon niet fijn aanvoelen.
Deze getinte crème vind ik echt amazing. De kleur is ook perfect voor mij. Het oxideert ook niet. Dat heb ik heel vaak. Dat houdt in dat het donkerder wordt. Dat heeft hij niet gedaan. De kleur matcht gewoon perfect met mij. En dat had gewoon een mooie lichte dekking en ligt mooi op de huid. Deze balm vind ik super fijn op de lippen. Ook op de handen gedaan. Het trekt gewoon compleet in. Het is niet zo'n sticky balm die nog zo plakkerig blijft liggen op de huid. Het trekt echt gewoon goed in. En dat vind ik echt geweldig. Deze matte blurring balm. Oh my god. Deze werkte gewoon echt goed. Had ik totaal niet verwacht. Dit was een van de producten waarvan ik had gedacht dat ik het echt niks zou gaan vinden. Maar ik vind hem echt goed. Hij maakte het goed mat. I like it. Deze ga ik zeker vaker gebruiken. Het doet mij echt denken aan de Elf Blurring Primer. Deze dewy spray is super dewy. Ze overdrijven niet. Deze zou ik persoonlijk niet meer combineren. Als ik al een full face met dewy producten op heb. Mijn gezicht leek gewoon toen iets te vettig. Dus deze zou ik gebruiken als ik bijvoorbeeld vooral matte producten heb gebruikt. En toch een beetje leven wil terugbrengen in mijn gezicht. En het niet zo droog is. Dan zou ik deze gebruiken. Maar deze is ook zeker een aanrader. Ik vind hem fijn. En als je op bezoek bent naar een goede dewy spray. Dan is deze echt de shit voor jou. Dus al met al raad ik eigenlijk alles aan. Behalve deze dewy primer. Dit is echt een goede collectie. Ik ben echt impressed. Maar goed. Ik ga het gewoon nou de hele dag oplaten. En dan kom ik straks weer bij jullie terug. Toedels. Oké, mensen, even een snelle update in de auto. Oh my god, waarom zit er hier heel de tijd iets op mijn scherm? Ik weet niet wat het is. Maar het is nou 5:30 en ik zit in de auto. En dit is hoe mijn make-up er voor nu uitziet. Het zit allemaal nog best wel goed. Mijn neus is best wel vettig, maar daar had ik ook helemaal geen poeder gedaan. En dat had ik eigenlijk wel moeten doen. Voor de rest zit alles nog een beetje goed. Ja, hier is mijn make-up een beetje uitgesmeerd, maar dat komt door de mascara. Voor de rest zit alles nog gewoon best wel goed. I like it. Nog gewoon lekker glanzend. Ik ben ook nou met mijn vriendin en zij vond het er heel naturaal uitzien. Dus tot nu toe vind ik het helemaal mooi. Hi iedereen. Nou, het is nou 12 uur later. Ik kon niet meer praten, want iedereen in huis sliep al. Het is nou 12:15 s'nachts. Dus we zijn ongeveer 12 uur later. Ik heb de make-up al super, super lang op. En alles zit nog best wel goed. Het is wel een klein beetje af aan het gaan, zoals altijd gebeurt met alle make-up die ik 12 uur op heb. Maar het is niet slechter dan dat ik gewend ben. Het is gewoon precies dezelfde hoeveelheid wat er af is gegaan als dat ik gewoon gewend ben. Dus ja, ik ben nog steeds heel erg blij met deze hele collectie. Het enige wat ik dus niet zou aanraden is de primer. Maar voor de rest ben ik heel blij met hoe ik eruit zag. En ik ga deze producten zeker vaker gebruiken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om makkelijk te kunnen abonneren. Helemaal gratis en voor niks. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!